Het gaat er niet echt lekker met de PSV en dan moeten ze naar Willem II. Ja, en wordt dat een nieuwe... Nou, dat kan wel heel erg aflopen voor PSV als ze daar verliezen. Hè. Ja, ik vind dat ze de titel al verloren hebben aan Ajax. Hè, want ik neem niet aan dat AZ een serieuze titelkandidaat is. Ja, en als je de laatste 5 wedstrijden gewoon niet weet te winnen, dat zou dan 6 betekenen. Ja, dat is PSV onwaardig. En dan zou je zeggen, dan moet er wel iets gebeuren, hè, binnen de organisatie om de boel wel weer een beetje vlot te gaan trekken. Het enige voordeel is, dan komt het Nederlands elftal daaroverheen. Dus is eigenlijk 2 weken rust. Dus dan kan, ja, dan kan je in ieder geval wat puntjes op de i gaan zetten. Maar je hebt de spelers natuurlijk helemaal niet, want die zijn allemaal weg. Dan wordt er over Ajax en over Ten Hag, als het niet loopt, best kritisch geschreven. Wordt Van Bommel met een fluwelen handschoen aangepakt, eigenlijk? Nee, vind ik niet. Hè. Er wordt ook echt gezegd dat hij wat dat betreft continu aan het draaien is. Hè. Continu andere spelers heeft hij gebruikt. Alleen zelf zegt hij continu dat hij de rust zelf is en dat ook wil uitstralen naar zijn ploeg. Maar ik vind niet dat hij met fluwelen handschoenen wordt aangepakt. Daarbij heeft hij ook wel bepaalde excuses waarvan je kan zeggen, hè, haal bij Ajax Ziyech en Tadić weg. En wat gaat de aanval dan opleveren? En Neres valt nu lange tijd weg. En nu zitten ze al zo met de handen in het haar. Ja, maar wat gaan we nu verder doen? Ja, maar als je in blessuretijd tegen Sparta nog een puntje wegsleept. Ja, als je tegen Las Lins kansloos onderuit gaat. Dan staat het ook überhaupt niet goed meer, zou je zeggen. Nee, zoet hij als een zak aardappels loopt te kiepen? Ja, nee, dus hij zal moeten ingrijpen nu. Hè? Dat heeft hij, ja, hij heeft wel wat personele wijzigingen doorgevoerd. Hè. Swaap is terug. Dacht hij natuurlijk van, nou, dan hebben we in ieder geval weer de rust achterin en de ervaring. Nou ja, dat is ook gisteren gebleken dat niet werkte tegen Lins. Dus ja, uiteindelijk moet je hem wel de gelegenheid geven om een paar acties te ondernemen. Maar hij zal wel wat moeten gaan doen. Ja. Maar, ja, we hebben meerdere wedstrijden te bespreken. Maar je zegt hij moet actie ondernemen. Maar wat zou hij dan moeten doen? Want, nou, een andere keeper bijvoorbeeld. Oké. Okay. Als jij je international eruit haalt, de keeper, dan wil dat wel iets zeggen. Pereiro zit op de tribune of op de bank. Waarom krijgt hij geen kans? Eerste half jaar was dat zijn oogappeltje. Hij levert niet altijd, maar levert wel meer dan wat er nu wordt geleverd. Het is niet echt een voortrekker, maar ja, wellicht heeft hij wel zijn momenten. Dus ja, er zal best wel iets in die selectie zitten waarmee je vooruit kan. Dat geloof ik zeker. Maar de manier waarop het nu gaat, ja, dat kan niet. En hij kan ook wel eens mensen de waarheid zeggen. Hij kan ook bijvoorbeeld eens zeggen van het aankoopbeleid. Ja, we hebben gefaald in het aankoopbeleid. Ja. Alle aankopen renderen niet. Ja, dat zegt ook wel iets. Ja, laten we naar Feyenoord gaan. Dickie, heeft hij het een beetje onder controle daar? Je was bij Feyenoord Young Boys. Dat leek me niet, de tweede helft. De tweede helft sneden ze echt aan alle kanten doorheen. Toen was echt het Feyenoord van Jaap Stam, zeg maar, wat we gezien hebben. En dan zie je toch, het hangt af van kwaliteiten. Het hangt af van de kwaliteiten van spelers. Of je wel of niet goed in de organisatie kan spelen. Of je wel of niet kansen kan creëren. Of er wel goed of niet goed aanvalsspel te zien valt. En ja, Feyenoord viel mij tegen. Dick hield zijn spelers ook weer de hand boven het hoofd. Hè, want dat doen trainers tegenwoordig altijd. Hij vond Jurgensen goed spelen als spits. Nou, ik heb hem niet gezien. Hij heeft bijna alleen maar ballen verloren. Nee, en hij heeft natuurlijk de hele tijd niet gespeeld, omdat hij is geblesseerd geweest. Maar die is er ook voorlopig nog niet. Zoals heel fijn dat er voorlopig ook nu niet is. Want alleen een trainerswissel wil vaak niet zeggen dat er ineens het lek boven is. En heb je met Van der Heijden achterin wel wat meer rust? Ja. Kijk, Van der Heijden, ja, het oogt allemaal niet echt snel en flitsend. Hij is ook niet snel, maar hij is in de organisatie wel iets beter dan wat er stond. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij die heeft teruggehaald. En dan heb je wel iemand bij Vermeer die Nederlands spreekt. En Hap spreekt Nederlands en Karsdorp spreekt Nederlands. Ja. Dus dan heb je in ieder geval 4 van de 5 die spreken Nederlands. Nou, dat communiceert dan wat beter. Maar uiteindelijk draait het allemaal om kwaliteit. Nou, RKC thuis, dat moet dan de eerste thuisoverwinning worden voor Advocaat. Dat zal wel gaan lukken. We gaan een beetje van de ergste problemen naar steeds iets minder. Nou, dan hebben we nog Ajax en AZ. Zullen we eerst maar even Ajax doen? Ja, hebben wel een probleem, hoor. Ja, die hebben een probleem. Neres, die hebben in zoverre een probleem. Nationaal hebben ze geen probleem, hè, want ze hebben het de hele tijd gedaan zonder Neres. En dan vonden we het allemaal belachelijk dat hij niet speelde.
Deed hij met Alvarez en Martinez op het middenveld samen met Van der Beek. Maar internationaal heb je wel een probleem, want hij had eigenlijk zijn puzzel in elkaar. Hè? De puzzel was gevallen op Chelsea. Al iets eerder, hè, tegen Feyenoord en PEC. En tegen Chelsea kreeg hij de bevestiging. Ja, dat was natuurlijk, de eerste 70 minuten waren geweldig. En dat was met Neres, met Promes, met Tadic en Ziyech op het middenveld. Ja, wat gaat hij nu doen? Hè? Nu zal hij moeten invullen. Kiest hij weer voor Alvarez op het middenveld en Ziyech in de aanval? Of laat hij het zo staan? Laat hij Alvarez op de bank en kiest hij bijvoorbeeld voor Noah Lang? Ja. Zou jij dat doen? Of Bandé? Ja, ik zou voor Noah Lang gaan. Die komt uit je eigen opleiding. Is opgegroeid als, bijna als linksbuiten bij Ajax. Promes kan ook rechtsbuiten. Dus daar zou ik voor opteren. En dat is ook des Ajax. Het maakt niet uit hoe oud. Als ze goed genoeg zijn en ze komen uit de opleiding. Ja, laat ze eraan ruiken. Geef ze de ruimte. En in de Nederlandse competitie kan dat makkelijk. Ja, overigens nog één detail. Dat zullen de fans van Utrecht niet vinden. Maar die boycotten de wedstrijd. Nou. Vinden dat ze te weinig kaartjes hebben gekregen. Nou, heerlijk. Lekker, lekker wegblijven. Ja, zo? Nou, waarom? Ook 500 kaarten en ze willen er 150 meer. Zeg ik even maar al die ellende met die supporters, daar ben ik echt helemaal klaar mee. Ja. Werkt zo'n statement eigenlijk? Nee, of zouden ze bij Ajax denken van nou prima? Nou, blijkbaar niet, want Ajax geeft geen extra kaarten. Nee, maar ik bedoel meer van nu geven de Utrecht fans zo'n statement af dat ze zeggen van ja, we komen niet. Zou dat nou veel indruk maken in Amsterdam? Nou, dat denk ik juist niet. Nee. Zoals ook het bezwaar van Ajax geen indruk heeft gemaakt bij de UEFA. Die hebben gewoon gezegd, er zijn geen Ajax-supporters welkom in het uitvak. Nou, prima. Ja. En je kan met een gerust hart kan je rond het stadion lopen. Je kan overal naar binnen. Nergens ME of bijna geen ME. Dus heerlijk rustig, toch? Geen sisgeluiden. Geen kwalijke spreekkoren. Prima. Maar dit blijft er allemaal lekker weg. Maar dit zal niet zo goed aankomen in de Domstad. Nee, maar de Domstad, dat zal waarschijnlijk wel een oorzaak hebben waarom er zo weinig kaarten worden gegeven aan SC Utrecht. Kijk, ik denk dat de RKC ze zeggen we kunnen maximaal het maximaal politie niet heb aan. Ik al, ja, dus ook gaat ook om financieel en zo. Dus prima. AZ dan? Ja. Dat is dan de club waar het misschien nu wel het meest florisant is? Ja, dat kan je wel stellen. Ik denk dat die echt verschrikkelijk blij zijn dat Kelvin Stenks en Myron Boadou bij het Nederlands elftal zitten. Dat ze zijn geselecteerd voor de definitieve selectie van Koeman. Want dat ontbrak er eigenlijk een beetje aan. Hè. Ze hebben verschrikkelijk veel veren hun achterste gekregen over de opleiding, de spelers, de manier van spelen, de resultaten. Dus... alles was Hosanna. Er ontbrak eigenlijk nog één dingetje aan. En dat is de kers op de taart. Dat is dat de jongens zijn geselecteerd voor het Nederlands elftal. Voor die jeugdopleiding natuurlijk een geweldige stimulans. En een beloning ook voor al het werk en al die investeringen die gedaan zijn bij AZ. Ja, en met thuis is normaal gesproken ook geen probleem. Die spelers, hè, Boadou en Stenks, is het risico niet langzamerhand levensgroot dat die gewoon in de winterstop worden weggehaald? Nee. Als er een buitenlandse club komt en die zegt we bieden 40 miljoen op Stenks. Ja, dat ze hem dan tegenhouden. Ja, maar dan zal zo'n club toch aan het eind van het seizoen ook wel komen om 40 miljoen te bieden. Dus, en ik weet dat AZ denkt aan bedragen rond de 25, 30 miljoen als om mee te beginnen met onderhandelen. Ja. Dus misschien dat je naar dat soort bedragen gaat. Maar als ze inderdaad zo werkelijk zo goed zijn, dan komen die clubs wel terug. Ja, denk je dat AZ, je gaf net al een beetje een voorzetje, maar zou AZ als alles het seizoen goed blijft vallen niet daadwerkelijk een serieuze concurrent voor Ajax kunnen zijn? Nee, absoluut niet. Nee, Ajax heeft gewoon te veel kwaliteiten. We hebben het eerder over gehad van ga je kijken naar de Champions League op dinsdag Ajax-Chelsea en dan ga je kijken op donderdag naar PSV, Feyenoord en AZ. Nou, dat schrik je eigen deel. Ja, AZ heeft natuurlijk twee blokken over geen tegenstander. Nee. Ja, nee, daarom. Dus het is echt zo'n verschrikkelijk groot verschil. Ik ben wel benieuwd wat Koeman met Boadou gaat doen. Omdat Malen is natuurlijk weg. Ja. Hè? Dus de spits is weg. Depay gaat waarschijnlijk niet spelen de eerste wedstrijd. Sowieso niet tegen Ierland. Gaat hij dan met Boadou spelen? Dat kan. Ja. Dat kan. Maar hij heeft ook Weghorst en Luc de Jong. Ja. En dat zijn twee dezelfde types. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Want hij kan kiezen voor Babel. Hè? Dat is een bewegelijke spits. En dat wil je toch tegen Ierland. Of Boadou. Nou ja, ga maar een keus maken. Want ik neem niet aan dat hij met Weghorst of Luc de Jong gaat beginnen. Hou vast, want dat is weer een mooie teaser voor Kick of Oranje. Heel goed. Okay. Dat gaan we ook weer maken. Pas wel. Heel goed. Graag gedaan.